Goedemorgen en welkom bij deze live demo waar we het specifiek zullen hebben over radarmetingen in stortgoederen. Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen en wat betekent dit voor u? Ik ben Mark de Maat, werkzaam bij VG Nederland sinds 2003 en verantwoordelijk voor Noord-Nederland als accountmanager. Naast me staat mijn collega Rob Smulders, iets minder lang werkzaam bij VG sinds 2013. Begonnen als accountmanager in het zuiden van het land, Brabant, Zeeland, Limburg en de laatste jaren werkzaam als business development manager. Zullen we maar eens gaan beginnen. Radarmetingen. Radarmetingen hierachter zijn al een aantal industrieën te zien. Radarmetingen worden eigenlijk in alle industrieën waar wij werkzaam zijn gebruikt. En ook voor verschillende applicaties. Denk bijvoorbeeld aan watermetingen, maar ook metingen op vloeibaar staal. In schepen worden radarmetingen toegepast. Chemie, petrochemie, eigenlijk elke industrie worden radarmetingen toegepast. Vandaag gaan we het met name hebben over de vaste stoffen. Denk daarbij aan grind en cement, glasindustrie, maar ook voedingsmiddelenindustrie, welke hier zichtbaar is, worden ook veel radarmetingen gebruikt. Wat is het mooie aan radarmetingen? Radarmetingen kunnen zowel voor vloeistoffen als voor vaste stoffen worden gebruikt. En ze worden niet beïnvloed door externe factoren als bijvoorbeeld drukken, hoge drukken, lage drukken, hoge temperaturen, maar ook factoren als geluid en stof hebben geen invloed op radarmetingen. Ja, voor VG is radarmeting al meer dan 30 jaar een van de focusindustrieën, focusproducten. Waarbij we al verschillende wereldprimeurs gelanceerd hebben. Denk bijvoorbeeld aan een eerste tweedraads radarsensor voor vaste stoffen. Maar ook voor de eerste hoogfrequent radar op 80 GHz voor vloeistoffen. En in de 30 jaar is er eigenlijk geen applicatie, geen toepassing welke we niet met radarmetingen op hebben kunnen lossen. En zoals u achter mij ziet, het zijn er inmiddels heel wat. Ja, hoeveel zijn het er? Nou, VG heeft inmiddels in die 30 jaar al ruim 1 miljoen radarsensoren uit onze zogenaamde Pro-serie geleverd. Nou, Mark zal zo meteen even toelichten wat de Pro-serie is. En hiermee zijn wij ook wereldmarktleider op het gebied van deze meettechniek. Nou, en ja, elk voordeel heeft zijn nadeel, heeft een bekende Nederlander wel eens gezegd. Die 1 miljoen applicaties, ja, die hebben geresulteerd in dat wij een behoorlijk aantal verschillende radarsensoren in ons pakket hadden, kan ik wel zeggen. Van de VG Puls 61 hier volledig links in beeld tot en met doorlopend tot de VG Puls 69. 10 verschillende radarsensoren. Elke sensor met zijn eigen specifieke kenmerken, specifieke eigenschappen. Bijvoorbeeld helemaal links de VG Puls 61 voor de wat lichtere toepassingen. Denk daarbij aan wat lagere temperaturen, wat lagere drukken. Nou, doorlopend naar een VG Puls 63 die heel veel toegepast wordt in hygiënische applicatie. Een gesloten antennesysteem. Met een PVDF-afdichting, PTFE-afdichting, ik zeg het verkeerd. Nou, allemaal doorlopend tot onze VG Puls 69, de standaard hoogfrequente radar voor vaste stoffen. Supermooi dat we zo'n groot pakket hebben met radarmetingen waar we heel veel applicaties mee op kunnen lossen. Maar ja, een grote verscheidenheid maakt het ook moeilijk om de juiste sensor te kiezen. 10 verschillende sensoren, welke is de optimale voor uw applicatie? Nou, inmiddels weten we dat 80 GHz radarsensoren voor een heel groot deel van de applicaties de ideale sensor is. Maar afhankelijk van het medium wat u wilt meten, kan juist een lagere frequentiesensor ook voordelen hebben. Sensoren voor vaste stoffen, voor vloeistoffen, daar moet je ook de juiste keuze in maken. En nou, überhaupt de vraag, waarom hebben we 2 verschillende sensoren voor deze media? Uiteindelijk kwam het er eigenlijk op neer dat er best wel veel specialistische kennis nodig was om de juiste sensor te kunnen kiezen. En ja, daar wilden we eigenlijk vanaf. Ja, bij de ontwikkeling van onze nieuwste sensor hebben we met name die vraag ons gesteld. Hoe kunnen we het eenvoudig maken? Hoe kunnen we de keuze nog eenvoudiger maken voor u? En met 30 jaar ervaring zijn we daarmee aan de slag gegaan. We maken vanaf nu de keuze voor de sensor simpel. Ja, simpel. De radar, ja, simpel maken. Wat houdt het in? Ja, dat we eigenlijk maar 1 sensor hebben voor al onze toepassingen. De VG Puls 6X. Ja, het is altijd makkelijk kiezen als je maar 1 keuze hebt. De VG Puls 6X is zowel voor vaststoffen als voor vloeistoffen. Enkel door een instelling te wijzigen. In de sensor vraagt u gewoon, moet ik een vloeistof meten, moet ik een vaststof meten? U maakt de keuze in de instellingen. En de sensor zal optimaal functioneren op het medium wat hij wil meten.
Daarnaast kunnen we de sensor uitvoeren in 3 verschillende frequenties. 80%, zoals Rob net al schetste, is 80% van de applicatie kunt u uitvoeren met 80 GHz. Dat is de beste oplossing op dat moment. Maar er zijn media als ammoniak, waarbij een lage frequentie de betere oplossing is. Ja, deze keuze van frequentie komt natuurlijk voort uit 1 miljoen applicaties in 30 jaar ervaring. Maar ja, één sensor klinkt heel erg mooi. Maar de vraag is eigenlijk, waarom hebben we dat niet eerder bedacht? Terechte vraag. Waarom hebben we dat niet eerder bedacht? Nou, we zullen het wel eerder bedacht hebben, alleen het was niet eerder mogelijk. Wat heeft dit nu wel mogelijk gemaakt? En dat is hier achter in beeld te zien. Onze volledig nieuwe radarchip. Zelf ontwikkelde radarchip, welke de hoogfrequente signalen genereert en ook weer opvangt. Een tweede generatie met de know-how van inmiddels, en je hebt ze al genoemd, 1 miljoen applicaties. En wat is juist heel erg belangrijk in het kunnen produceren van een universele sensor? Dat is dynamisch bereik. En dat is misschien een beetje een lastige term. Wat houdt dynamisch bereik in? Dynamisch bereik is eigenlijk de mogelijkheid van de sensor om hele grote, maar ook juist hele kleine signalen van elkaar te kunnen onderscheiden. Voor producten als water, een geleidend product, is het eigenlijk niet belangrijk. De reflectiegraad van water is extreem groot, dus radarsignalen kunnen eigenlijk altijd wel gemeten worden. Maar we meten ook vaak of producten als geraffineerde olie, vloeibare gassen en de reflectiegraad daarvan is heel erg klein. Dus je krijgt maar heel weinig energie terug welke je op het product uitstuurt. Daarbij hebben vloeistoffen dan ook nog eens het voordeel dat ze netjes vlak liggen, mooi horizontaal. Ja, en hoe anders is dat bijvoorbeeld bij stortgoederen? Stortgoederen liggen eigenlijk nooit vlak. En daarnaast zijn ze heel vaak niet geleidend, hebben we daardoor een slechte reflectiegraad voor radarsignalen. Nou, daarmee is het altijd moeilijk geweest om zowel voor vloeistof als voor vaste stoffen één sensor te maken. Een nieuwe radarchip van Vega met een extreem hoog dynamisch bereik maakt daarin het grote verschil. Ja, en ik denk dat we dat wel kunnen laten zien, Mark, dat je toch met één radar, één sensor verschillende type media kunt meten. Ja, laten we een demonstratie gaan starten, Rob. We hebben hier een opstelling gemaakt waarbij we met de Vega Pulse 6X, onze nieuwe radarsensor, volledig in kunststof uitgevoerd, gekoppeld is aan een meetversterker met een duidelijk display. De meetwaarde die hier gevisualiseerd wordt is de vulhoogte in procenten. Dus wat je zult zien, als het niveau stijgt in de tank of in de silo, dan zal het medium dichter bij de sensor komen, dus zal de procentuele waarde hoger moeten worden. Toch vrij logisch. Ja. Nou, laten we beginnen met het meest eenvoudige, zoals we net al schetsten. Een medium wat geleidend is, vlak licht, water. Ja. We hebben wel speciaal, sorry Rob. Nee, 54% starten we. Ja, een speciaal groen kleurtje, zodat het goed zichtbaar is vanuit uw thuissituatie of werksituatie. Nou, door het medium dichter bij de sensor te brengen, zult u het niveau zien stijgen. Al aangegeven, water makkelijk, elektrisch geleidend, dus geen probleem. Ja, hiernaast hebben we eigenlijk houtskool. Houtskool is ook geleidend, alleen ja, zoals u ziet, het ligt niet vlak in deze bak. Ja, een hoek van inval is natuurlijk hoek van terugkaatsing, dus we krijgen minder signaal terug, maar het medium is nog steeds geleidend. Dus het moet relatief eenvoudig zijn. Oh. Nou. Ook nu zien we weer dat het niveau rustig stijgt met zonder problemen. Zonder problemen. Was ik te verwachten bij dit medium? Ja, absoluut. Nou, we kunnen natuurlijk, we hebben nog een aantal andere media voorbereid. Rob, zou jij de volgende kar willen brengen? Ja, bij de intro zei ik al, cement, grind, dat is iets waar heel veel vaste stoffen radarmetingen toegepast worden. Waarom? Ja, je kunt eigenlijk niks in de silo doen. Alles wat in de silo komt zal stuk gaan door het cement, door het grind. Dat kunnen we hier heel mooi laten zien. Een bak vol met grind. Ja, precies. Nou, grind, ja, het is droog, hè? Is niet geleidend. Nee. Ligt er zeker niet vlak in. Ook dat niet. Allerlei ronde kanten. En het niveau stijgt. En ook daar geen probleem om te meten. Nou, wat wel mooi om te vertellen, we hebben de instelling van de sensor ook niet aangepast, hè? Nee, vloeistoffen, vaste stoffen met één instelling, geen probleem om die te meten. Precies. Ik ben blij dat je er bent, Rob, want dit had ik alleen niet kunnen tillen. Nee, hij is behoorlijk aan het gewicht. Nou, beginnen we bij 60%, nu met zand. Eigenlijk hetzelfde als grind, alleen vele malen kleinere korreltjes, kleinere reflectievlakjes. Ook deze, fluitend. Zand, grind, de bouwstoffenindustrie. Ja. We hebben uiteraard nog meer verschillende industrieën waar we producten inzetten. Denk bijvoorbeeld aan de mengvoederindustrie. Droge maïs, droge graan, dus in dit geval gedroogde maïs die we hier hebben.
Ja, ligt wederom weer niet vlak, hè? Ligt is wederom nee, droog. Zeker zit niet. Echt geen vocht meer in. Ja, ook hier. Een heel stuk lichter dan zand en grind, trouwens. Ja. Geen enkel probleem om het niveau te bepalen. Ja, daarnaast heeft natuurlijk vanuit de kunststofindustrie ook heel veel hoge silo's met name. Ja, notoire lastig product. Elektrisch niet geleidend, kleine korrels. Was altijd zeer lastig te meten. Maar ook hier biedt een contactloze radar erg veel voordelen. Ja, nou, we beginnen nu op 60%. Ja, ja, zoals je ziet, ook hier weer geen probleem om het product te meten. Ja, daar hebben we eigenlijk nog wel één uitdaging, Rob. Ja, ik kan er nog één stap erger maken. Erger, lastiger, zo moet het eigenlijk zeggen. Deze even die kant op, sorry. Ik neem deze even mee terug. Ja, sorry. Eén stap lastiger. Ja, wat een radar niet kan meten is uiteraard lucht. Ja, dat willen we ook vaak niet meten. Wat hebben we hier, Rob? Eigenlijk gekleurde lucht. Polystyreen bolletjes. Dus bolletjes gevuld met lucht, isolerend, juist daarom. Maar daarom ook heel erg lastig te meten, omdat je eigenlijk geen massa hebt om te meten. Ja, precies. Nou, het niveau is wat lager, want u ziet al, er zit wat niveauverschil in. We beginnen op 36%. Ik ga jou deze heel enorme bak, geven. Die eigenlijk niks weegt, hè? Dat zegt eigenlijk ook al genoeg. We proberen rustig in te gieten. Ja, er komt niet heel veel bij. Je mag hem wel wat verder vullen. Maar ja, ook verder vullen, ja? Oh, niet te snel. Maar ook hier zie je dat de radarsensor zonder een aanpassing in de instellingen toch het niveau heel goed kan volgen. Ja, absoluut. Nou, ik pak jouw bak. Ja, absoluut. Ja, dus het meten met de radar de Vegapuls 6X op elk medium is geen enkel probleem. Ja, daarnaast speelt natuurlijk ook andere facetten in vaste stoffen een belangrijke rol. Maar niet alleen in vaste stoffen. Oh, even kijken voor de camera. Niet alleen in vaststoffen, maar met name ook in gassen. Explosiegevaar. Bij vloeistoffen kennen we het, bij gassen kennen we het. Maar bij vaststoffen speelt het ook een enorme belangrijke rol. Al onze sensoren uit onze ProLine, dus ook de Vegapuls 6X, voldoen aan de zwaarste normeringen die we kunnen bedenken voor landinstallaties, zone 20 in ATEX-normering. En maar wat is een gasexplosie eigenlijk? Rob, volgens mij had jij een demo voorbereid, hè? Ja, we lopen even de andere kant op. Gas- of stofexplosie. Nou, om een explosie te kunnen krijgen hebben we een aantal zaken nodig. De driehoek voor een explosie. Wat is er nodig? Je hebt een ontstekingsbron nodig. In dit geval hebben we hier een kaarsje in zitten. We hebben een product hebben we nodig. In dit geval een klein beetje melkpoeder. En we hebben lucht nodig. En met die combinatie kunnen we een explosie gaan veroorzaken. Ik ga het even veilig doen, dus ik zet mijn vegen helm op. Ik zet mijn veiligheidsbril zet ik netjes op. En we zullen eens kijken of we een stofexplosie kunnen krijgen. Nou, de ontstekingsbron hebben we. Ik zet het kapje er even op om het wat veiliger te maken. Lucht, zuurstof en de ontstekingsbron welke we hebben om een vlam te krijgen. Dus gevaarlijk en absoluut iets wat voor kan komen in een fabriek waar niet goed omgegaan wordt met ATEX-normering. Ja, dan zou een vegensensor zeker niet een ontstekingsbron zijn met de juiste normering en volgens de juiste manier gebouwd. Nee, inderdaad. Absoluut. Dus ATEX, een hele belangrijke in deze industrie. Maar naast ATEX zijn er nog een aantal andere certificeringen welke steeds belangrijker worden in de procesindustrie. En SIL is er eentje van. En dat was ook een van de belangrijke eisen bij de ontwikkeling van onze nieuwe radarsensor. De radarsensor is volledig ontwikkeld volgens SIL by Design. En hiermee halen we een SIL 2 klassificering voor onze radarsensor in enkelvoudige toepassing. Nou, SIL, ATEX zijn twee hele belangrijke normeringen, maar een derde is daar ook nog bijgekomen. En dat is cyberveiligheid. Want wat je ten alle tijde wil voorkomen, is dat jouw fabriek op een of andere manier gehackt wordt. Nou, een mogelijkheid waarin fabriek gehackt zou kunnen worden, zou jouw sensor kunnen zijn die verbonden is met jouw besturingssysteem. En dat was een heel belangrijke eis bij de ontwikkeling van onze nieuwe sensor. De sensor is ontwikkeld volgens de IEC 62443. De belangrijkste eis op cyberveiligheid in procesinstallaties. Nou, de combinatie van deze factoren, ATEX, SIL en cyberveiligheid, maakt de Vegapuls 6X absoluut de veiligste sensor die momenteel op de markt beschikbaar is.
Ja, samenvattend. De Vegetool 6X is eigenlijk de oplossing eenvoudig in te zetten. Met de laatste chiptechnologie uitgevoerd. Zielwaardig tot ziel 2. IT-veiligheid volgens de allerlaatste norm. Hoogdynamische bereik, zodat we elk medium kunnen meten die we maar kunnen bedenken. Temperatuur en druk hebben geen invloed op het meetresultaat. Dus de ideaal uit te voeren in de hygiënische toepassingen. Dus ja, de ideale oplossing voor al uw niveaumeetvraagstukken. Ja, de Vegetool 6X maakt onderdeel uit van onze totale Pro-programma. Waar ook de andere metingen als druk, geleiderradar, capacitief ook in zit. Trilvorken. Dit is natuurlijk onmogelijk. Deze zijn uit te voeren in allerlei verschillende bouwvormen. Elk materiaal dat je kunt bedenken, kunnen we een sensor inbouwen. Honderden procesaansluitingen. Wat ik al zei, voor hoge druk, hoge temperatuur. Maar de vraag die we eigenlijk altijd hebben, ja, is dat altijd wenselijk? Hebben we dat eigenlijk altijd nodig? Nee, absoluut niet altijd nodig. Er zijn ook applicaties waar een veel eenvoudigere sensor een hele mooie oplossing zou kunnen bieden. En die mogelijkheid die is er nu. Ja, en hoe is die mogelijkheid ontstaan? Ja, eigenlijk weer hetzelfde plaatje als wat we straks lieten zien bij onze nieuwe radarchip, met onze nieuwe radarchip. Het compacte ontwerp van deze radarchip stelt ons in staat om veel compactere sensoren te maken. Ik heb hier eentje, een Vegapuls C21 in dit geval. Een veel compactere radarsensor met een standaard aansluiting, standaard materiaal gebruikt. Dus een veel meer standaard toepassing als wat Mark net zei, waarbij je honderden verschillende procesaansluitingen hebt, verschillende materialen die je kunt toepassen. Ja, dit is een veel eenvoudiger instrument. Maar wel inwendig met dezelfde 80 GHz technologie zoals ook gebruikt wordt in onze Pro-serie. Alleen iets meer toegespitst op de wat eenvoudigere toepassingen. Nou, hoe ziet dat pakket eruit? We hebben eigenlijk twee verschillende segmenten in het pakket. De Vegapuls C-serie hier aan de linkerzijde met een aangegoten kabel en een volledig afgegoten behuizing. Wat bedoel ik met afgegoten? De behuizing zit volledig dicht, dus er is geen mogelijkheid dat er water, stof of iets dergelijks in het instrument komt. Behuizing van PVDF en het mooie van deze sensor door het afgieten is dat deze zonder een intrinsieke voeding al meteen geschikt is voor een ATEX zonering 20. Aansluiting een 1,5 duim schroefdraad aan de onderzijde en een 1 duim schroefdraad aan de bovenzijde. ATEX logo's staan hier aangegeven en dat is ATEX voor stof. Ze zijn allemaal, zowel de linker als de rechterzijde, zijn ze leverbaar met een gas ATEX. Alleen de C-serie instrumenten zijn ook beschikbaar met een stof ATEX certificering. Nou, de rechterkant van het beeld, de bekende gele kleur weer, zoals al jaren toegepast wordt. En dit is onze compacte serie sensoren. Hier zit een ingebouwd kabelterminal zit in de sensor, dus je sluit de sensor aan met een tweedraads aansluiting op de twee kabels, twee terminals. En deze heeft de mogelijkheid tot de uitvoering met een display. Dus dat is het grote verschil met de C-serie, die is niet leverbaar met een display, de compacte wel. Wat ze allemaal hebben, en dat is een hele mooie functie die erop zit, ze zijn allemaal standaard uitgerust met Bluetooth. Wat wil dat zeggen? Met Bluetooth, met je smartphone, met een tablet of met je PC is het heel eenvoudig om de sensoren in te regelen en eventueel storingen uit te lezen. Zou je om een of andere reden geen Bluetooth in een fabriek willen, dan is het uiteraard te leveren zonder Bluetooth. Ja, maakt dan de Basic Serie, zoals Rob net schetste, geen verschil met de Pro Serie? Ja, die maakt zeker wel een verschil. De Basic Serie is eigenlijk voor de eenvoudigere toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan zand en grind, zoals we net gezien hebben, maar niet voor piepschuim en kunststofgranulaat. Kleine demonstratie daarvan, hoe eenvoudig het is om te laten werken. Ik heb hier een radar, de Vegapuls C21, wederom gekoppeld aan de Vegamet, met een duidelijk display. Wederom dezelfde procentuele waarde, waarbij we hoe dichter we bij het medium komen, hoe hoger de procentuele waarde worden, dus hoe voller de tank op de silo is. We beginnen uiteraard weer bij water hierachter. En dan ziet u op dit moment een niveauwaarde van 71%. Als ik de tank laat vullen, dus de niveauzensor op dit moment laat zakken, zult u zien dat het procentuele waarde zal gaan toenemen. Houtskool, ook relatief eenvoudig, 73%. Ik zak, dus niveau stijgt. Komen eigenlijk neer op op dit moment 80%. Laat ze graden. Oh, mijn arm wordt zwaar. 76% het zakken van het niveau. Procentuele waarde stijgt.
En op stand, idem dito. Het werkt, het niveau stijgt naarmate de sensor dichterbij komt. Ideale oplossing voor de eenvoudige toepassingen. Maar denk niet, de Pro-serie is eigenlijk voor de meest extreme toepassingen. Als polystyreen en kunststofgranulaat. Ja, een van de toepassingen die we daarin tegenkomen. Oh, we zijn iets te ver. Onder andere bij zuiveringen. Bij waterzuiveringen waar we dus met vuilcontainers werken. Die opgehaald moeten worden wanneer ze gevuld zijn. Een niveaumeting. Dus in dit geval de C11 bepaalt eigenlijk wanneer de container opgehaald wordt. Daarnaast op betoncentrales komen natuurlijk de mixingtoren tegen waar zand en grind in zit. Ja, ideaal voor de basic serie. Ja, de silo's mogen niet al te hoog zijn. Maar tot 10 meter is echt geen probleem voor deze basic serie van Vega. Ja, samenvattend. Aan de linkerzijde de Vega Puls C-serie met een vaste kabelaansluiting. Volledig ingegoten elektronica. ATEX Zone 20. Aan de rechterkant de bekende gele sensor van Vega. De Vega Puls in dit geval de 31. Met een kunststof aansluiting voor PVDF. Kunststofbehuizing gemaakt van een materiaal PBT die uitermate geschikt is tegen zonlicht. Een groot display, beide voorzien van Bluetooth voor de eenvoudige inbedrijfname middels je smartphone, tablet of de PC. Ja, graag neem ik u nu mee in een fabrieksbezoek hier in de buurt in het Zwarte Woud. Wij zijn op dit moment in het Zwarte Woud. Dit is een bedrijf wat bouwmaterialen levert, waar zowel de Pro als de Basic serie aanwezig zijn. Bouwmaterialen moet u denken aan zand, grind, beton, cement. Als eerste willen we eigenlijk de applicatie gaan bekijken waar we in de mengsilo, in de mengbunker, laten we het zo zeggen, waar we zand en grind in allerlei maten worden opgeslagen. Nou, wat kenmerkend is voor een dergelijke silo, is dat die silo eigenlijk geen silo is, maar eigenlijk gesegmenteerd is. Eigenlijk smalle vakken waar allerlei obstakels in zitten. Zand en grind veroorzaakt natuurlijk een lichte stofvorming. Het is niet de meest schone omgeving waar we in het werk zijn. Smal en hoog. Ideale opstelling voor de Vega Puls C23. Ja, naast natuurlijk zand en grind hebben we andere media nodig om beton te kunnen maken. We hebben uiteraard ook water nodig, maar daarentegen moet er ook cement in. Nou, cement silo's kenmerken door enorme grootte, vaak de hoogste silo's op het bouwterrein, op de locatie. Cement is natuurlijk een medium wat slecht reflecteert, enorm droog. En het zal enorm stuiven in de silo's. Zoveel erg dat je zelfs geen hand voor oog zou kunnen zien. Eigenlijk de ideale opstelling voor de Vega Puls uit de Pro-serie, de Vega Puls 6X. Ja, na een optimale menging gaat er weer een tevreden, gaat een volle vracht naar een tevreden bouwplaats. Dergelijke toepassing kom je natuurlijk ook op andere plekken tegen. Waar verstof een belangrijke rol speelt, waarbij vaststoffen gemeten worden. Denk bijvoorbeeld aan de meelindustrie, maar ook bij de productie van honden- en kattenvoer of voer voor onze, voor het vee, varkens en koeien. Voor de veehouderijen. Pop, veehouderijen. Ja, veehouderijen. We hebben het straks de nieuwe Vega Puls compact serie laten zien, de C-serie en de compact serie. Een veel eenvoudiger sensor en veel meer standaard sensor en daardoor ook een fors goedkopere sensor. En met een dergelijke goedkopere sensor komen ook mogelijkheden in beeld welke vroeger niet te doen waren met radarsensoren. Denk bijvoorbeeld aan, en ze staan hier achter mij, voersilo's op boerderijen. Dat zou ook heel mooi zijn als we die konden meten, waarbij de voerleverancier online kan zien wat de niveaus in de voersilo's zijn. Maar denk bijvoorbeeld ook aan silo's. Misschien heeft u ze wel eens ooit gezien in de Alpenlanden of in Duitsland. Silo's langs de wegen met zout. Alleen maar noodzakelijk wanneer er sneeuw op de weg ligt. Maar hoe weet je dan wat het niveau in de silo is? Of denk bijvoorbeeld aan de bouwplaats. De bouwplaats waar vandaag, als het niet regent, enorm veel gemetseld wordt. Morgen regent het, dan wordt er geen afname uit de silo's genomen. Hoe weet ik dan wanneer dat ik mijn optimale moment heb om de silo opnieuw te gaan vullen? Zouden we daar een oplossing voor kunnen bedenken, Mark? Ja, ik denk het wel, want ja, niveaumeting en radar, ja, in de 19 jaar ervaring die ik loop even 18 langs Rob, ja, ja. De ervaring die ik heb in de afgelopen 19 jaar, dat Vega voor de meest gekke toepassingen met radar wel een oplossing heeft bedacht. Dus ik denk dat het in dit geval ook wel gaat lukken, Rob.
Maar om een beetje snelheid in te brengen, ja, zullen we dit keer echt moeten gaan toveren. Ik heb hier de toverdoos van mijn zoon meegenomen. Ja, die werkt al jaren fantastisch. Uiteraard, om niveau te kunnen meten en dergelijke silo's, gebruiken we een radarmeting. Alleen ja, radarmeting, zoals we die net gezien hebben, is vaak voorzien van een kabel. Nou, infrastructuur, zoals u net zag, is eigenlijk niet aanwezig. In die boerensilo, op die bouwplaats, er is geen stroom aanwezig. Dus die kabel, ja, die willen we eigenlijk niet toepassen. Die kunnen we niet eens toepassen. Dus een radar hebben we nodig voor de niveaumeting. Nou, ik moet eerst bewijzen dat die doos natuurlijk compleet leeg is. Dat die doos leeg is. U ziet eigenlijk, er zit niks in. Dus we kunnen hem ideaal toepassen om te laten werken. De niveaumeting wordt uiteraard hebben nodig. Maar omdat we net de kabel hebben weggegooid en niet kunnen toepassen, moeten we op een andere manier de sensor gaan voeden. Nou, de meest, ja, en dat voeden zal natuurlijk mooi zijn met standaard lithiumbatterijen. En die wel 10 jaar mee zullen gaan zonder dat ze vervangen hoeven te worden. En als ze vervangen moeten worden, ja, bij voorkeur, ja, willen we dat gewoon zelf kunnen doen. Gaat ook in de toverdoos. Maar hoe gaan we nu communiceren naar de rest van de wereld zonder dat we een kabel aangesloten hebben? Nou, dat doen we eigenlijk dagelijks met onze mobiele telefoon. De mobiele telefoon heeft ook geen draadje, werkt ook perfect. Dus deze hebben we ook nodig om te kunnen meten. Dan spreken we natuurlijk onze magische woorden. Simsalabim, Vegapuls, Vegapuls, Akrakadabra. En daar is hij, de eerste autonome radarmeting van Vega, de Vegapuls R. Rob, volgens mij zou je er wel wat meer over kunnen vertellen. Ik kan er heel veel over vertellen, maar zeker. Alsjeblieft. Ja, de Vegapuls R, een draadloze sensor voor toepassing in zowel bulkgoederen als in vloeistoffen. Uitgevoerd met dezelfde radarchip als onze Pro-serie en de compacte serie, dus de 80 GHz radarchip. En wat je hieronder ook kunt zien, dezelfde procesaansluiting als in de compact serie. Dus een 1,5 duim procesaansluiting. Nu is deze ook leverbaar met een flensaansluiting, een grotere flensaansluiting. En die heeft het voordeel, als een aansluiting groter wordt, de procesaansluiting, wordt de uitgezonden hoek kleiner. Dus bij hoge silo's, zoals je vaak in de vaste stoffen ziet, is de 4 graden uitzendhoek die we daar kunnen realiseren ideaal. Nou, de sensor kan dus meten, maar de gegevens zullen ook doorgegeven moeten worden aan een platform. Hoe kunnen wij dit zenden? De mobiele telefoon, zoals Mark net al aangaf, daar zijn 2 mogelijkheden. Je kunt of zenden via het LoRa-netwerk of via de mobiele draadloze standaarden LTE-M of NB-IoT. Nou, batterijen, ook dat is een heel belangrijk aspect. Batterijlevensduur tot en met 10 jaar. Uiteraard afhankelijk van de meetfrequentie welke je daarin toegepast wil hebben. En de Vegapuls R is ook leverbaar met ATEX-normeringen, ATEX-certificeringen. Zowel voor stof-ATEX als voor gas-ATEX zijn er certificaten leverbaar. Ja, we hebben gemeten, we hebben de data verzonden, maar waar gaat de data naartoe gezonden worden? Nou, hier achter mij is de silo te zien, de silo die meet en de gegevens die worden doorgestuurd naar het cloud-platform. Het Vega Cloud-platform waar de data versleuteld naartoe gezonden wordt en versleuteld kunnen wij ook data richting de sensor terugsturen. Maar door die versleuteling bent u altijd zeker dat er geen mogelijkheid is dat de sensor gehackt wordt en op die manier dat ze in uw systeem kunnen. Nou, vanuit het cloud-platform wordt het doorgestuurd naar het Vega Inventory System. En het Vega Inventory System is een gepersonaliseerde webinterface waarbij u dagelijks uw standaard, niveaus in de silo's bij kunt houden. Naast deze webinterface hebben wij ook nog een app welke beschikbaar is op de mobiele telefoon. En via die app kunt u ook uw niveaus inzien, maar ook pushberichten richting de telefoon toesturen. Nou, en op deze manier heeft u en eventueel uw leveranciers altijd een heel nauwkeurig overzicht van de niveaus in de silo. Nou ja, plaatsen op de zoutsilo's en we weten wanneer dat er afname is en wanneer we een nieuwe silo, of een silo moeten gaan vullen met zout. Plaatsen op de cementsilo's en u zult nooit droog komen te staan in uw silo's. Nou, de bouwplaatsen, ook daar is ideaal. Vandaag staat de silo hier, morgen gaat hij naar een nieuwe locatie. En ook dat is opgelost, want de sensor is ook uitgevoerd met een GPS-chip. Dus u kunt ten alle tijde ook zien waar de silo's zich geplaatst hebben. Dus de autonome Vegapuls R is ideaal voor het meten van
locaties waar het vroeger of niet mogelijk was, of dat het heel erg kostbaar was omdat er heel veel infrastructuur nog aangelegd moest gaan worden. Met de VG Inventory System heeft u uw voorraadniveaus ten alle tijde bij. Ja, samenvattend, van de samenvatting van dit seminar eigenlijk. We hebben drie sensoren, drie lijnen zeg maar. De Vega Pro, eigenlijk voor al uw toepassingen die u maar kunt bedenken. Hoge druk, hoge temperatuur, sanitair, het maakt eigenlijk niet uit. Hij past in elke omstandigheid, is in de ideale oplossing. Ja, niet altijd heb je het zo geavanceerd nodig, zo specifiek op de toepassing. Daar hebben we eigenlijk de basic lijnen voor bedacht, gebouwd. Iets lagere temperatuur, tot 80 graden in verband met het kunststof wat toegepast wordt. Een standaard processluiting als 1,5 duims. Kabel uitgevoerd. In 80% van de gevallen uw ideale oplossing om niveau te meten. En daarnaast de eerste autonome meting. Die zonder voeding werkt. Data communiceert zonder kabel. De Vega Pulse R. En de Vega Pulse R ja, gaat uw logistieke problemen of issues vergemakkelijken. Om door de informatie op het juiste moment op de juiste plek te krijgen. Dus just-in-time levering of spoedleveringen ja, zouden in principe tot het einde kunnen behoren. Ja, Rob, ik denk dat wij bijna aan het einde zijn gekomen. Ja, ik zag dat er nog wat vragen zijn, maar die zullen we via de mail aan iedereen gaan beantwoorden. Ja. Dus dat is nog wel even belangrijker. Zeker. Namens mij en Rob wil ik u bedanken voor uw tijd en hoop tot snel. Dankjewel.